Ja, we gaan het hebben over de Vuelta de España, Erik Dijkstra. Misschien wel de zwaarste grote wielerronde op de kalender. Onmenselijke beklimmingen over duistere geitenpaadjes. En 9 van de 10 keer is het spannend tot de finish in Madrid. Helemaal mee eens. Maar de Ronde van Spanje krijgt eigenlijk nooit echt de media-aandacht die het verdient. Hè. Terwijl het is bijna altijd spannender naar de Tour. Er gebeuren altijd gekke dingen. En de Nederlanders doen het goed. Hè. Wilco Kelderman, inmiddels in het algemeen klassement, 5e plek. Heel niet slecht. En toch weer iemand van Sunweb, hè? Lukt die lui toch weer om een mooie ploeg neer te zetten en voor verrassingen te zorgen? En die ploeg die toont ballen. Ze hebben die Barguil naar huis gestuurd omdat hij zich niet aan zijn opdracht hield. Ja, ja. Wat dacht je van Sam Omen, ook van Sunweb. Hè? Die is nog maar 22 jaar, eerste grote ronde. Maar dus nu al, als klimmer, gaat hij met de beste mee omhoog. En dat terwijl het grote publiek hem nog nauwelijks kent. En dat vinden wij van Bureau Sport onterecht. En daarom hoog tijd voor een korte kennismaking. Goedemiddag Sam, hoe ziet de etappe van vandaag eruit? Nou, vandaag is een van de weinige etappes die weer een beetje vlak is. Dus volgens mij van de rit of 10 geleden dat er weer misschien sprinters aan bod komen. Dus redelijk vlak. Ja, redelijk vlak. In Spanje zeggen ze dan redelijk vlak en er zit er stiekem toch een klimmetje in, hè? Ja. Het is precies wat je zegt. De laatste 3 kilometer schijnt er weer een kleine pukkel te zitten. Dus ja, dan weet je het wel, hè? Oh ja. Ja. Hey, trek je dat een beetje zo lang van huis? Oh ja. Ja, dat is niet helemaal gekocht. Nee, dat was meer een oh ja van ah ja, het is eigenlijk wel fijn om straks naar huis te gaan. Toch wel. Heel goed. Ja. Hey, afgelopen week gooide Sunweb Barguil uit de ploeg. Hoe vond jij die beslissing? Ik heb strikte orders gekregen dat ik daar niet te diep op mag ingaan. Nou, dan, niet te diep, maar... Oh? Hey, ja, nou ja, ik kan alleen van zeggen dat het wel impact had gewoon op de ploeg zelf. Is gewoon best heftig. En ja, de aandacht komt dan ook best wel op onze ploeg te staan natuurlijk. En ja, weet je, als je zo met 9 man in een grote ronde rondfietst, je bent ook al een paar dagen van tevoren ben je allemaal samen. En ook die ploegentijdrit. Dus je bent al best wel op elkaar afgestemd. En best wel... Maar wacht even, Sam. Jij kreeg specifiek te horen, daar mag je niet te diep op ingaan. Nee. Spijt me. Wat zeggen ze dan? Als die klootzakken van Bureau Sport daarna vragen, moet je niks op zeggen? Ja, precies. Als die van Bureau Sport bellen en vragen van wat vind je van Barguil? En die beslissingen zeg je, ik mag niks zeggen. Dan zeg je, de luitenant houdt in deze even zijn bakkers. Ja, dat zeggen we in deze. Ja. Maar was je het ermee eens of niet? Nou, daar mag ik dus niet te diep op ingaan. Spijt me. Ik heb daar wel een mening over. En ik kan daar best met jullie... Ik kan er best met jullie een uitvoerig gesprek over hebben, maar nee, dat is echt gevraagd of ik daar niet te veel over wil communiceren. Vind je dat jammer dat je daar eigenlijk nu niet open over kan zijn naar ons? Maar meer jammer dat ik niet... Ik zou er best gewoon over willen praten met jullie, maar ik vind het niet erg dat mijn mening niet naar buiten komt in de media. Daar heb ik geen moeite mee. Heb je nog contact gehad met Barguil nadat hij uit de Vuelta is gezet? Vrij weinig. Niet zo heel erg veel, nee. Nee, weet je, de wedstrijd gaat gewoon keihard door, weet je wel. En je moet toch een focus op de volgende dag. De Vuelta wacht op niemand. Hey Sam, gaan we jou nog in actie zien voor een ritwinst, deze Vuelta? Nou, dat sluit wel goed aan op het vorige onderwerp. Want eerst was Warner dus eigenlijk, die een beetje dezelfde rol had als ik. En dat bood voor mij mogelijkheden om te zeggen van ja, als Warner bij Wilco zit, dan kan ik misschien wat tijd verliezen. En in de derde week voor een etappe gaan. Maar ja, dat is een beetje veranderd. Ik ben vaak, ik ben nu degene die langs bij Wilco moet blijven. Ja. En ik ga me niet meer laten lossen om te lossen, zeg maar. Ook in die derde week is het belangrijk dat er iemand rond me heen hangt. Ja. En niet die vooraan fietst voor een eigen etappewinst. Dus dat is een beetje omgegooid. Dat gaat hem waarschijnlijk niet meer horen. Ik snap het. Ik moet wel eerlijk zeggen dat voor iemand die orders heeft gekregen, je mag niks zeggen over Warm Barguil, heb je er best wel wat over verteld. Ja, nou, dat is toch een goede situatie dan. Want voor mijn gevoel heb ik er niet zo heel erg veel over verteld. Nou, je hebt niks over Barguil gezegd, maar wel over je eigen situatie. Maar dat zegt eigenlijk ook weer heel veel over Barguil. We hopen nog ontzettend veel van je te horen. En succes met Wilco ook, hè? Oude luitenant. Ja. En doe Contador nog even de groeten van ons, hè? Contador, hè? Zijn laatste koers. Ja, ik zal allebei de groeten doen. Wilco en Alberto. Komt goed.